vandaag zijn we te gast bij Esther Lofveld. Esther, bij de kunstenaars, in welke categorie qua materialen moet ik jou indelen? Eigenlijk alleen in klei en in brons. Dat is het enige wat ik doe. Ja? Ja. Alleen maar in klei en daaruit brons dan? Of de combinatie van de twee? Eerst in klei en dan in brons wat je eet? Of? Ja, ik werk eigenlijk verschillend. Ik werk ook, als ik met name ook grotere beelden werk, ik eerst in klei. Omdat ik het zelf een fijner materiaal vind. En dan kan ik het bij de gieter laat ik dan een mal maken, zodat het afgegoten kan worden. Mm-hmm. Of ik werk in was en dan kan de gieter het meteen afgieten. Oh, maar dan hebben we het toch over was, over klei en in brons. Ja. We hebben al drie. Ja, maar misschien er nog vier. Ja, welke vier komt er bij? Nou, ik zou ook wel graag in de aluminium of zo willen gieten. Gewoon eens heel iets anders gaan doen. Want dat kan ook gewoon bij de bronsgieter. Ja. Alleen is het geen brons, maar wordt aluminium gegoten. Wat voor het transport gewoon heel fijn is, want het is niet zo zwaar als brons. Nee, dat klopt. Ja. Dus voor mijn rug is dat wat beter. Ja, aluminium is dan heel licht in vergelijking met brons. Ja. Is er nog een ander voordeel aan het in aluminium doen? Of? Nou, je hebt een heel ander effect. Je krijgt natuurlijk wel een veel, shiny, het materiaal is gewoon anders. Je kunt natuurlijk, het brons ga je oud patineren, zoals dat je verschillende lagen ziet, dat je de oudheid ziet. Mm-hmm. Bij het aluminium vind ik het mooier, als je, nou werk ik niet veel abstract, eigenlijk alleen maar figuratief. Maar met abstract werk, en je zou dat in aluminium doen, dat ziet natuurlijk wel heel strak uit en wel heel mooi, vind ik. Bijvoorbeeld mijn grote torso heb ik ook overwogen om die in aluminium te gieten. A, omdat die glad is van structuur. Ik werk eigenlijk altijd heel erg grof. Dit is toevallig een gladder object. Dan vind ik het wel heel mooi in aluminium. Maar dan moet het ook echt puntgaaf zijn en echt super glad. Ja, maar dan nog zou je met lichteffecten kunnen spelen. Ja. Moet je dan ook nog elektricien erbij worden, behalve kunstenaar? Ja, we hebben nog een pijpje materiaal erbij. Nou, je kunt eigenlijk wel aan ieder materiaal kun je gieten. Ja. Alles eigenlijk wat een smeltpunt heeft, kun je laten gieten. Ja. Het is gewoon of je bronsgieter, iedereen zegt wel altijd een bronsgieter, maar je hebt ook een staalgieter en een aluminiumgieter. Dus een glasgieter. Ja, je kunt dus echt op verschillende... als de gieterij het materiaal heeft, kun je gewoon laten gieten. Ja. Jouw modellen, jouw creativiteit, waar haal je die inspiratie vandaan? Eigenlijk uit het dagelijks leven. Ja? Ik kan met een paar vriendinnen een hapje gaan eten en een borreltje daarna gaan drinken. En dan heb ik wel de meeste inspiratie s'avonds, na een glaasje wijn. Want dan zie ik ons bijvoorbeeld met een rietje zitten. En dat zijn wel van die dingen die beelden die blijf ik behouden. En die komen er dan een keer uit. Ja. Dat zijn we altijd de dagelijkse taferelen eigenlijk. Ja. Waar we de humor in hebben. Ja. We hebben ook hier bij jou een paar beeldjes mogen zien. Die waren in klei, maar dat was toch weer een ander soort, een andere kleur. Klei hebben mensen het idee van, ja, dat moet bruin zijn. Ja, ook daarin kun je natuurlijk verschillende kleuren klei en je kunt natuurlijk altijd heb je de optie om het wel te behandelen, de klei na het bakken, of niet. Mm-hmm. Je kunt het ook glazuren, je kunt op heel veel verschillende manieren de gebakken klei bewerken. Ja, ik vind je gaat daar gewoon zelf in experimenteer je daardoor met allerlei kleuren. Mm-hmm. Ik zelf hou niet zozeer van een unie. Ik noem het even latexverf die je er overheen kunt doen. Alhoewel er ook kunstenaars zijn die bijvoorbeeld een brons in kobaltblauw patineren. Mm-hmm. En die staan ook op de TFAF. Dus ik vind de kunstenaar is er vrij in. Ja. Ik zelf hou van het meer het verweerdere materiaal. Mm-hmm. Maar dan, ja, komt het door het bakken. Kan er daar ook nog iets in kleur veranderen of kun je daar net de kleur door geven? Stel je zou het niet verven, je hebt bijvoorbeeld donkerbruin bakkende klei. Die is chocoladebruin als je ermee werkt,
En als je op een hoge temperatuur, en het hangt ook van je stookproces af in de oven, tot welke temperatuur je omhoog gaat stoken, kan het, en bijvoorbeeld die van mij worden eigenlijk bijna zwart, komen ze eruit. Zo donker, en omdat ik heel hoog stook. Zou ik bijvoorbeeld een paar honderd graden lager stoken, komt die weer in een andere kleur bruin eruit. Dus op die manier kun je dat ook nog beïnvloeden, de kleur? Ja, ja. Door stoken, wat is er voor jou het prettigste, door het stoken te beïnvloeden? Of zeg maar liever achteraf een kleurtje eraan geven? Ja, ik doe het liever achteraf. Ja? Dan ben je vrijer? Ja, omdat ik dat ook vaak helemaal niet weet. Je begint dan gewoon en het, vaak door de 10, 15 lagen die erop zitten. Eerst denk ik, nou, ik ga het in een groenige tint doen. Daarna denk ik, oh nee, dit hele dit bruine vind ik eigenlijk heel erg mooi. Ik ga door naar het bruine. Eigenlijk stop ik pas bij als het resultaat voor mij goed is. Mm-hmm. En dat kunnen 5 lagen zijn, maar dat kunnen ook 25 zijn. Dat was net mijn volgende vraag. Wanneer is het goed voor jou? Ja, dat ligt er helemaal aan. Ja. Het ligt aan het beeld, het ligt aan wat ik in gedachten heb. Ik moet de diepte voelen in de kleur. Ja, je moet eigenlijk ook naar het beeld in duiken. Ja. Het is niet met 2 keer kneden dat het jouw idee is. Nee, het is gewoon een proces en dat patineren is ook een proces. Mm-hmm. En je kunt ook met allerlei verschillende verven kun je ook experimenteren. Mm-hmm. Want sommige verven pakken niet of krijgen een chemische reactie. Ja. Maar wat ook wel een heel mooi resultaat kan geven. Dan een heel onverwachte reactie krijg je dan. Ja, absoluut. Ja, wat je eigenlijk helemaal niet wilde. Ja, ik heb bijvoorbeeld laatst een beeld, dacht ik, dat ik het groen ging maken. En het is een roestbruine kleur geworden die ik geweldig vond. Ja. En vraag me niet hoe ik dat gedaan heb, maar ik zou het niet meer weten. Welke kleuren dat er aan de grondslag liggen? Hè? Nou, je hebt kunstenaars die schrijven dat allemaal keurig met iedere laag op. Dus van nu gebruik ik die kleur en dan gebruik ik. Ik schrijf niks op. Ik doe gewoon. Ik experimenteer met iedere beeld opnieuw. Ja. Wat kunnen we van jou verwachten bij de poorten hier in Rijmerstok? Nou, ik heb er heel veel zin in. Het is natuurlijk voor mij ook al een paar keer dat ik meegedaan heb. Het is nou een jubileumactie. En dan denk ik, nou, super. Ik heb wel, omdat het stiekem in mijn achterhoofd, omdat het ook een jubileum is, een beeld gemaakt in brons, speciaal voor de poorten. Het is nu bij de gieter en ik hoop dat het allemaal lukt. En het zijn dan 5 verschillende vrouwen. Ik heb al een keer zo'n beeld gemaakt met sterren in het midden, maar wat echt een tafereel samen is. Om de saamhorigheid ook te benadrukken. Dat vind ik wel heel leuk. Esther, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Veel succes verder. Gaat lukken. We zien elkaar bij de poorten van Rijmerstok. Yep.